hoi, wat gaan we vandaag doen? Je zag het misschien in de intro al. We gaan een spinnenweb knutselen. En wat heb je daarvoor nodig? Een A4'tje, liefst in een herfstkleur of een andere donkere kleur. Een waterverf. Water. Een kwast. Zout. En lijm. Sterke lijm. Waar begin je dan mee? Je begint met de sterke lijm en je maakt een web. En voor kinderen is het misschien handig als je dan eerst lijnen op het papier tekent of met de kinderen bespreekt hoe een spinnenweb er ongeveer uitziet. Hij maakt dunne lijmstrepen. En ik heb hem vorig jaar ook een keer gedaan. Alleen volgens mij toen met een programma dat inmiddels niet meer bestaat. Of in ieder geval de filmpjes die ik vorig jaar gemaakt had, die zijn er niet meer. En dus maken we ze opnieuw. Zo, mijn web van lijm is klaar. Nu pak ik de bus met zout erbij. En daarom is het ook handig om er wel iets onder te leggen. Een groot vel of iets dergelijks. Zodat de overtollige zoutkorrels, dat je die uiteindelijk weer kunt opvangen. En ze weer opnieuw kunt gebruiken. Bijvoorbeeld als je dit in de klas zou willen doen. Wij hebben vandaag onze eerste vakantiedag. En ik heb even een voorbeeldje omdat ik van de week mijn nichtje te logeren krijg. En dan is het ook leuk om dat samen te gaan doen. Nou, hij is bijna klaar. Dan moet dat even drogen. De lijm moet een beetje uitharden. En het zout moet natuurlijk blijven plakken. Daarom had ik in het begin van het filmpje ook al een klein voorbeeldje. En die pak ik er zo eventjes bij. Om te laten zien wat je daarna met het water en de verf kunt gaan doen. Nou, zo ziet hij er dan even uit. Vervolgens haal je het zout, het overtollige zout er zo meteen af. Door het blaadje even rechtop te houden. Dat vinden de kinderen vaak ook al heel bijzonder om te zien hoe dat dan gaat. Zo. Zo komt hij er dan uit te zien. En dan laat je hem even goed uitdrogen of opdrogen. Maar ik had ook al een klein spinnenwebje gemaakt. Is misschien ook leuk om het op hele kleine blaadjes te doen en hem dan op je raam te hangen. Nu pak ik mijn water, de kwast en de waterverf. En dan gaat het beginnen. Hoppakee. Zorg dat je kwast goed nat is. Nou, mijn lievelingskleur is rood. Dat vinden de kinderen altijd leuk om te weten. Juf, wat is jouw lievelingskleur? Nou, mijn lievelingskleur is rood. En vervolgens drup je een klein beetje van de kwast op het zout. En wat je ziet gebeuren is dat het zout de waterverf enigszins gaat opzuigen. Het loopt een beetje over het zout uit. En daarom moet je ook eigenlijk zorgen dat je kwast heel goed nat is, niet te droog. Kinderen vinden dat altijd heel fascinerend. Vorig jaar toen ik dat deed met mijn oppaskindjes en later ook in de klas. Juf, kijk nou! De kleur loopt verder. Het lijkt wel toveren. En dat is ook eigenlijk een beetje wat je aan het doen bent. In ieder geval voor de kinderen. En je kunt natuurlijk je hele web in kleur maken. Je kunt ook denken van, nou, ik vind dat wit eigenlijk ook wel mooi, want een spinnenweb, als je daar 's morgens naar kijkt, lijkt het ook wat wittig of zilverachtig te zijn.
Het is maar net wat je wil, of eigenlijk wat de kinderen willen. Want ieder kind heeft er natuurlijk zijn eigen idee over. Nou, mocht je vakantie hebben, hele fijne vakantie. En ik ben benieuwd naar jullie spinnenwebben. Laat ze maar eens zien. En mocht je inmiddels weer begonnen zijn op school, dan ben ik eigenlijk ook wel heel nieuwsgierig naar. Misschien kun je het in je klas wel doen. Met waterverf. Veel plezier!